allemaal. Goh, veel mensen, dankjewel. Net zoals Bas al zei, de meeste mensen kennen mij van accessibility. Ik wil het over iets anders hebben. Ik wil het hebben over hoe je mee kunt doen met WordPress. Ik wil eerst even iets over mezelf vertellen. Ik doe toegankelijkheid en WordPress. Daar heb ik mijn bedrijf op gericht. Ook doe ik heel veel in het Make WordPress Accessibility Team. Dat is het team wat zorg draagt voor de toegankelijkheid van WordPress. Oké. Even over jullie. Wie is de programmeur hier? Een aantal mensen. Oké, wie is er ontwerper, designer? Kijk, een heleboel. Wie is er goed in taal? Wie kan goed schrijven? Kijk, ook een heleboel mensen. En wie kan vertalen? Kijk. En wie helpt graag een ander? Kijk. Alle mensen die nu een hand hebben opgestoken, die verwacht ik morgen op de Contributors Day. Ja? Oké. Goed, dit ben ik. Het liefst, ik ben heel erg verlegen. En het liefst zit ik gewoon onder een doos. Je geeft me een taak, ga dit maken en dan ga ik zitten coden. Gooi wat koffie en sandwiches erbij, dan ben ik helemaal gelukkig. Maar ik bouw toegankelijke websites. Dus websites die gebruikt worden door mensen die blind zijn of doof of niet het toetsenbord kunnen gebruiken. En die mensen gebruiken ook het CMS. Die gaan zelf hun website onderhouden. En WordPress, daar rammelt van alles aan de toegankelijkheid. Dus die mensen kwamen naar mij toe en die zeiden, joh, ja, maar ik kan dit niet. Of hoe moet ik dit? En dit snap ik helemaal niet. En dan ging ik ernaar kijken en dan zei ik, ja, inderdaad, dat klopt niet. Er zitten fouten in de toegankelijkheid van WordPress. Wat gaan we daaraan doen? Nou, eerst ben ik begonnen met tickets op het forum maken. Kijken, vragen van, nou, dit is helemaal niet goed, dit moet anders. Of ik ben bij plugin-schrijvers gaan vragen van, joh, dit is niet goed, dit moet anders. En daar kreeg ik helemaal geen antwoord op. En toen werd ik echt verschrikkelijk kwaad. Wie deze hoes kent is oud. Ja? Wie kent hem? The Clash, London Calling? Oké. Ik was echt heel erg kwaad op WordPress developers. Ik dacht, wie denk je nou wel niet dat je bent? Dat je al die mensen negeert. Dat je dus eigenlijk mijn klanten negeert. Al die potentiële klanten die jij hebt, die negeer jij, want je website of de CMS is niet toegankelijk. Je plugin is niet toegankelijk. En ik kreeg helemaal geen reactie. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb samen met iemand die blind was, heb ik een onderzoek gedaan en alle dingen opgeschreven die fout waren, waar hij tegenaan liep. Daar heb ik een blogpost over geschreven en die kreeg een pingback van de website Make WordPress Accessible. En toen dacht ik, hé, er is een werkgroep voor. Een werkgroep binnen WordPress die de accessibility van WordPress regelt, die daarvoor aan de slag gaat. Daar ben ik ingedoken en heb ik me mee aangesloten. En dat was de goede weg. Op die manier was de goede weg. Dan had ik meteen binnen WordPress een platform en mensen, een groep mensen waar ik mee kon samenwerken, waarnaar geluisterd werd. En toen ineens kwam het in orde. Maar het is wel heel erg eng. Hoe moet je tegen mensen waar je heel erg tegen opkijkt, zoals Andrew Nason, zeggen, wat jij doet is fout. Het moet zo. Dat was heel erg eng. Maar wat blijkt nou? Andrew Nason staat open voor dat soort zaken. Core developers en mensen die echt serieus met WordPress aan de gang zijn, die staan open voor zaken, voor veranderingen. Dus het was helemaal niet iets om heel erg eng te vinden. Hier is Andrew Nason bezig om het accessibility team te helpen op WordCamp Europe in 2013. Hij heeft de groep heel erg op gang geholpen. Helemaal niet iets om bang voor te zijn. Dit is Constantin Oberland. Ik weet niet, heeft iemand hem wel eens ontmoet? Hij is zo groot. Een hele statige man. Hij heeft een bepaalde autoriteit. Ik heb met hem een ernstige woordenwisseling gehad over bepaalde toegankelijkheidszaken in WordPress. Hij wilde dingen aanpassen, waardoor in één keer al mijn websites niet meer voldoen aan de toegankelijkheidseisen. De woordenwisseling was best snel Amerikaans en best heftig en voor mij emotioneel. Dus dat trok ik niet. Wat heb ik toen gedaan? Ik heb gewoon alles opgeschreven wat ik wilde zeggen en dat bij de ticket die we aan het bespreken waren gepost.
toen snapte hij het wel. Dus soms moet je ook je platform en de manier waarop je communiceert kiezen. En nu is hij was de lead van versie 4.3. Heeft hij zich heel erg ingezet voor de toegankelijkheid. Als je maar met goede argumenten komt en zelf ook laat zien dat je uitlegt hoe het moet. En hoe kun je nou bang zijn voor deze mensen? Dit zijn de liefste mensen van de wereld. Dankzij hun staan jullie hier allemaal, zitten jullie hier allemaal. Dus de WordPress community is niet eng. De mensen staan open. En als je mee wil doen, zet je over je angst heen en ga gewoon aan de slag. Maar kies wel iets wat bij je past. Nou, accessibility is mijn ding, dus dat past bij mij. Daar ga ik mee aan de slag. Ben je goed in vertalen? Ga je daarmee aan de slag. Ben je goed in taal en wil je graag documentatie schrijven? Ga daarmee aan de slag. Zoek iets wat bij je past, waar je hart ligt. Waar moet je beginnen? Er is één website, makewordpress.org. En daar staan alle teams die aan de gang zijn met WordPress opgenoemd. Het is een hele lijst, hij loopt gewoon naar beneden. Het zijn een stuk of 20 werkgroepen. Nou, dit zijn dan degenen die even bovenaan staan. Core, design, mobile, accessibility. Ga eens kijken bij die lijst. Is er iets waar je denkt van oké, daar kan ik wat mee. Ga ermee aan de slag. Wat heb je nodig? Als eerste een WordPress.org account. Wie heeft er geen WordPress.org account? Iedereen heeft, nou kijk, helemaal mooi. Iedereen heeft een account. Vervolgens heb je een Slack account nodig. Slack is het communicatiemiddel binnen de WordPress community. Hier wordt het werk gedaan. Wordt overlegd, wordt vergaderd, worden documenten verzameld, geschreven, worden besproken. Hier wordt de meeste teams, zoals je net zag, hebben elke week een vergadering op Slack, waarmee ze alle zaken doorspreken. Hier kun je ook vragen stellen. Wat je vervelend ook nodig hebt, is tijd. Er is de 5% regel. Geef 5% terug van je tijd aan WordPress. Dat is ongeveer 2 uur in de week. Dan kun je al een heleboel doen. Je kan ook meer bijdragen. Maar 2 uur in de week is goed te doen om terug te geven aan WordPress. En wat je vervolgens ook nodig hebt is incasseringsvermogen. WordPress wordt door 25% van het web gebruikt. Dus als jij iets wil veranderen, dan bemoeien zich daar wel 20 mensen tegenaan. En soms komt jouw mening of wat jij wil veranderen gewoon niet aan bod of wordt het gewoon afgewezen. Daar moet je tegen kunnen. Je werkt met een team en het resultaat is belangrijk. Dus iedereen moet heel erg overleggen van nou is dit eigenlijk wel het beste voor WordPress. En je bent maar één schakeltje en iedereen werkt met elkaar en het resultaat is belangrijk. Oké. Nou, wat kun je doen? Core. Tickets. Hoe je dit precies moet doen, als je morgen op de Contributors Day bent, leggen we het helemaal uit. Of je schiet mij of iemand anders aan, die weet hoe het moet. Je kunt, als jij een bug vindt in WordPress, kun je zeggen, oké, dit is een bug. Dan kun je een ticket aanmaken. Ik heb een bug gevonden in de WordPress. Je gaat zeggen waar het over gaat. Je gaat ook vertellen wat er mis is. Je maakt een screenshot bij. Je vertelt zo duidelijk mogelijk wat er mis is. Iemand anders gaat kijken. Oh, kan ik die bug ook vinden? Iemand anders gaat ook testen. Oh, die bug heb ik ook. En hoe veel meer mensen zo'n bug hebben, dan is de kans groot dat het niet aan jouw plugins ligt die je ook geïnstalleerd hebt, maar dat het echt aan WordPress ligt. Iemand anders gaat schrijven. Oké, ik ga een reparatie schrijven. Iemand anders gaat die reparatie testen. En zo wordt het heen en weer gediscussieerd en uiteindelijk wordt dan de reparatie in WordPress Core geïmplementeerd. Dus jouw bug report kan resulteren in een beter WordPress. En je hoeft niet een bug report te hebben, je kunt het ook testen, je kunt ook meediscussiëren, je kunt een reparatie schrijven en je kunt een reparatie implementeren. Het zijn allemaal niveaus waarbij je mee kunt doen in Core. Design en user experience. Iedereen heeft de discussie over de customizer wel meegemaakt, denk ik. Wie is er blij met de customizer? Niemand. Als jij een designer bent of je weet goed iets over user experience, ga dan eens kijken hoe kan ik dat dan beter doen.
Als iedereen daar zo tegenaan zit te schoppen, want het is helemaal niks. Kom, schouders eronder, ga eens wat beters verzinnen. Ga eens meediscussiëren. Ga eens kijken van, hé, misschien als je het zus of zo doet, dan hoeft het allemaal niet zo'n klein frummelig ding, maar dan kunnen we het misschien op andere manieren oplossen. Schelden helpt niet. Meewerken helpt wel. Nou, de vertaling. We hebben vanochtend een heel verhaal van gehoord. Als jij kunt vertalen, kun je meedoen. Als de vertaling niet klopt of je mist een vertaling. Bijvoorbeeld in het Nederlands heb je alles in je. Misschien wil je ook wel een vertaling hebben, alles met u. Ik van nou, denk eens over na. Als je denkt van dat ga ik toch wel eens doen. Misschien kan wat geïmplementeerd worden. Ga eens aan de slag. Ga meedoen. Niet alleen schelden, meedoen. Documentatie. Er is heel veel documentatie die nog geschreven moet worden. De codex, dus alle functies, alle hoeks, alle filters, moeten goed beschreven worden. Als jij op een gegeven moment iets in WordPress hebt gevonden en je weet niet precies hoe dat moet en je hebt het bij elkaar gegoogeld en allemaal bij elkaar zitten verzinnen, geef dat dan eens terug aan WordPress in de documentatie. Zo moet dat, zo heb ik dat in elkaar verzonnen en zo is dat goed gedocumenteerd. Zodat iemand anders niet vervolgens weer een hele middag moet gaan zitten zoeken. Elk team heeft een handboek. Hoe moet je een thema maken? Hoe moet je een thema reviewen? Hoe moet je accessibility implementeren? Hoe moet je goed documenteren? Elke werkgroep heeft een handboek. Die kun je ook mee helpen om dat goed te omschrijven, zodat iemand die mee wil doen ook beter weet hoe. Inline documentatie. Als jij al die helpfuncties binnen WordPress ziet, misschien is de tekst niet goed of kan het beter of mis je dingen, ga meehelpen schrijven. Het supportforum. Als jij zegt, nou ik heb maar 2 uur in de week, ga eens gewoon op een regenachtige zaterdagmiddag naar het supportforum toe en kijk eens of je wat vragen kunt beantwoorden. Sommige mensen zijn echt heel bazaal met vragen bezig waarbij ze niet verder kunnen komen. Nou, je kunt ze misschien heel snel op weg helpen. Hop, weer een vraag beantwoord. Hou je echt van puzzelen, denk je, dit is een interessante vraag, dit is best ingewikkeld. Ga eens gewoon lekker puzzelen. Kijken of je iemand kunt helpen om een probleem op te lossen. Dit hoeft niet veel tijd te kosten, maar als je het structureel doet, dan werk je dus heel goed mee met WordPress. De community. Nou, dankzij hun werk zitten wij nu allemaal hier. Je hebt WordCamps, je hebt meetups, je hebt bijeenkomsten. Als er in jouw stad nog geen meetup is, organiseer eens een meetup, organiseer een spreker, haal wat mensen bij elkaar. Zeker als je zzp'er bent is het heel fijn als je gewoon mensen spreekt net zoals jij. Dus over WordPress kunt praten, contacten kunt leggen, netwerken. WordPress Nederland heeft altijd mensen nodig om mee te doen. Dus denk je van nou dit vind ik leuk, het organiseren van evenementen, meld je aan. Maar ik wil je wel waarschuwen. WordPress can eat you up. Dat heb ik echt persoonlijk gemerkt. Als je ergens helemaal in zit en het gaat goed en iedereen doet mee en iedereen zegt van oké, jij weet wat van accessibility. Dan komt ook iedereen met vragen. Hoe zit dit? Hoe zit dat? Kun je dit doen? Vind je dat niet leuk? En dat is heel moeilijk om nee te zeggen als je iets heel erg leuk vindt. Maar, kijk, WordPress kan niet. Betaald werk en gezin gaan altijd voor. Dit heb ik wel moeten leren. Als je zoveel bijdraagt aan WordPress, aan het eind van de maand komt er niks op je rekening. Ik ben zzp'er, ik werk voor mezelf. Dus dit is tijd die ik investeer in WordPress, maar ik krijg er dan niks voor terug. Dus je moet wel zeggen van nou, als er bij mij betaald werk binnenkomt, laat ik het accessibility werk vallen. Dan ga ik eerst voor mezelf zorgen. Ja, mijn gezin natuurlijk ook. Als er wat in mijn gezin is, dan gaat het accessibility werk ook op hold. Dus ik wil zeggen, zorg goed voor jezelf. En daarna pas voor WordPress. Maar, wat krijg je ervoor terug? Eigenlijk voor mij persoonlijk een heleboel. Ik denk als jij ook mee gaat doen, ook een heleboel. Credits. Nou, dat is altijd heel erg leuk. Als jij een stukje code bijdraagt of je draagt iets bij wat echt wezenlijk van belang is, dan kom je op de lijst te staan met credits. Yay! Als je een nieuwe update doet van een grote release, dan staat er altijd een tabje credit op de about page en daar staan alle mensen op die meegedaan hebben.
En voor de Nederlandse vertaling staan de mensen die het Nederlands vertaald hebben er ook in. Dat is hartstikke leuk. Staat ook heel goed op je cv. Daar kan je echt naar verwijzen. Ik heb bijgedragen aan WordPress. Als je dan nog meer bijdraagt, dan kom je bij de Contributing Developers. En voor 4.3 hebben Andrea Faccia en ik hebben Rockstar credits gekregen. Dat heet een Recent Rockstar zijn dit. Voor het accessibility werk. En dat is supergoed voor je cv. Ik heb die credits gekregen van Constantijn Oberland, waar ik zo'n enorme discussie mee gehad heb. Maar je ziet wel, wat als je dus bijdraagt, dan wordt het wel gewaardeerd. En je krijgt terug een beter WordPress. In dit geval ben ik begonnen om mijn klanten te helpen. En het heeft als resultaat gehad dat het CMS van WordPress op dit moment een stuk toegankelijker is. Dus mijn klanten zijn ook blij. Dit zijn de mensen van de oogvereniging. Deze mensen hebben allemaal een visuele beperking. Dus ze kunnen niet goed zien of zijn blind. Dus eentje bij die is blind en doof. En die kunnen nu allemaal veel beter overweg met WordPress. Dus je helpt ook direct je klanten. En wat je terugkrijgt is werk. Jij wordt specialist. Jij kan heel veel met WordPress. Jij weet een heleboel over WordPress en je kan één ding binnen WordPress heel goed. En voor mij persoonlijk is dat uitgepakt dat ik me helemaal begin specialiseren op WordPress en accessibility. Dus als je iemand wil hebben die wat daarover weet, dan kom je al heel snel bij mij terecht. Dus dat is denk ik voor mij de grootste winst geweest. Ik krijg er rechtstreeks werk van terug. Er zijn zelfs bedrijven die daar gewoon mee adverteren. Dit is TenUp. En TenUp adverteert op hun website Giving Back to WordPress dat ze 4000 company hours teruggeven aan WordPress. Dus dat is voor hun echt een selling point. Kijk eens, dit doen wij voor WordPress. Wij zitten er zo goed in. Wij zijn echt een specialist. En wat mij, voor mij het meest hartverwarmende is, je krijgt enorm veel goodwill terug. Dit is Robin Cornet. Die heeft voor mij zomaar stukken software doorgetest. Zijn bezig geweest het Genesis Framework accessible te krijgen. En zij heeft gezegd, oké, wat heb jij gemaakt? Dat ga ik voor jou doortesten. Heeft ze zelf aangeboden, vond ze leuk, is ze mee begonnen. Nou, wie kent deze meneer? Gary Jones. Ja, dat is de WordPress Code Police. Het is een ontzettend aardige jongen, die zit overal in. En ongevraagd gaat hij gewoon naar jouw code kijken en zegt, nou dit klopt niet, dat klopt niet, dat kan beter, dat kan zus. In het begin is dat heel vervelend, maar je leert er een heleboel van. Dat doet hij ongevraagd. En dat doet hij gewoon uit zichzelf, scoot wil. Dit is Carrie Dills, die doet podcasts. Mensen die meedoen met WordPress, die er echt helemaal in zitten, nodigen zij uit op de podcast. Zo heb je ook weer gratis exposure. Zij doet zij uit zichzelf en zegt ze, oké, ik wil jou eens een keer in het zonnetje zetten. En Claire Brotherton. Die gaat overal over schrijven. Die heeft een blog met allerlei dingen die in WordPress gebeuren. En die schrijft dan over jouw werk. Nou, en dit is het meest fantastische wat mij overkomen is. Brian Sullivan van WP Sidecare heeft de reis bekostigd van mij en André Faccia naar San Francisco. Of naar WordCamp Philadelphia. Eén vraag en hij zei meteen ja. Dit krijg je terug omdat jij ook aan WordPress geeft, krijg jij van de community een heleboel terug. In feite is voor mij de community een warm bad. Je moet er hard voor werken, maar je krijgt een heleboel voor terug. Zelfs gratis bier van Joost. Dus, we doen het met elkaar. Dus ik verwacht jullie morgen allemaal op de Contributors Day. Gaan we gewoon met z'n allen aan de slag. Want WordPress is what we make of it. Thank you.